Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Voordat de video begint, pauw! Moet je zien, we hebben inmiddels al zoveel abonnees. Dank jullie wel voor alle support de laatste tijd. Reageer even met je favoriete Henkie-video. Dus het is de video die jij het leukst vond van Henkie. Van elke video die ik ooit heb geüpload. Linkje erbij zou heel fijn zijn, dan kan ik kijken welke je bedoelt. Verder abonneer nog eventjes. Hele kleine moeite, want kijk, zo'n deel van jullie is geabonneerd. En dat moet je er veel meer zijn. Bla bla bla, jullie kennen het. Like de video en veel kijkplezier. Doei! Meneer! Ja? Bij welk peloton zit u? Bij het ex-peloton. Dat is onze auto. Wat een mooie auto! Meneer! Meneer! Wat een mooie auto! Henkie! Wat een mooie auto die nu van mij is! Ah, kijk eens, hij is nu van mij! Hé, Gerard, zet je bril op! Nee, heb ik niet! Het is erg fel! Ik heb geen bril! Dan help ik je wel even. Ik las van mijn bril op je hoofd. Nee! Hé, Gerard? Ah, ik zie niks meer! Kom, we gaan! Maar dit is niet jouw auto, Henkie. Nee, wel, dit is mijn auto, joh. Niks te doen. Zo, laten we gaan. Ja, je wordt niet gevolgd. Door wie? Ja, door die man op die motor. Nee, joh, die man op die motor heb ik aangereden. Niks in hand. Ja, maar was een portofoon. Je wordt achtervolgd met mijn eigen auto. Is dat jouw auto? Ja, daarachter. Oh, ze rijden ook in jouw blauwe nieuw autootje. Henkie trainingsterrein, dit. Ze kijk, zijn dit is mijn Henkie trainingsterrein. Hé, hey, goeiedag. Wat zijn we hier allemaal van plan? Nou, dit is mijn trainingsterrein, dit. Dit is jouw trainingsterrein. Ja. Dit is onze Meriwether Special Force thuisbasis. Dit is een motel, meneer. Sukkel. Hé, hey, er is hier nog één. Hey, even normaal doen, even normaal doen. Hey. Meneer! De tweede hebben we allebei eentje gehad. Wat wilt u meneer, van me? Meneer, je mag even stoppen. Hoezo, je bent geen politie. Meneer, je mag me even volgen. Hé, hey, Gerard! Waar ben je? Ja, ik rij hier lekker in mijn eentje gewoon rond. We zijn bij je, achter je. Welke auto ben je dan? Die blauwe. Nou, dan rij je twee sukkels tegen de muurtje aan. Geen idee waarom ze dat doen. Nee, ik ben wel gezellig in mijn eentje aan het rondrijden. Moet helemaal niks aan de hand, niks bijzonders gaande. Moet ik bij jou instappen, Henkie? Wil je bij mij instappen? Ja. Ja hoor, doe maar gezellig. Ik parkeer hem al hier eventjes anders. Zo, ik parkeer hem al eventjes, oké? Meneer, uitstappen. Gerard. Uitstappen. Stap maar in. Dus hoe is het verder met je, Gerard? Ja, goed, dus met jou. Ja, ja, in principe wel prima. Nee, rustig leventje. Niks aan de hand. Gewoon lekker rustig, rustig leventje hebben zo. Met jou? Ja, goed. Ja, waar ben je? Naast je. Naast je. Oh, hey! Uit onze auto. Hey, hoe kom jij in de auto? Meneer, wat doet u in mijn auto? Jongens, de tank is bijna leeg van onze auto. Dus oh, zullen we even bijtanken? We komen zo meteen op een stort. Op een stop. Oh, nee, we gaan wel even bijtanken, joh. We gaan even bijtanken. Gerard, zal jij daar zo meteen bijtanken? Dan haal ik even wat geld binnen, oké? Even pinnen. Ik zal even bijtanken. Zo. Pas even op, ik ben even aan het bijtanken. Oh, wacht even. Ja, geen stress. Hé, hey, hij is vol. Helemaal top. Ik wil je heel erg bedanken voor het vol tanken. Hoor jij ook poep? Geen hart. Oké. Nee, ik ruik het alleen. Ik ruik het, okay, ja, okay. Dat ook een beetje, hè. Vooral hier. Deze stinkt hier ook zo heel erg. Oh, ik dacht wel even dat ik... Hé, hey, vind je dat normaal tegen zo'n oude man? Ja. Kijk, ik weet dat hij al op sterven lag, maar dit hoeft het toch niet. Gerard, ik weet dat je op sterven ligt, maar dit is dan toch eindelijk het moment. Wat? Nou, je gaat dood. Ik heb alleen hoofdpijn, ja. Oh, dat kan help ik wel. Ik blaas zo hard op je voorhoofd, wacht. Oh, jee. Oh, ja, dat is beter. Nou, kijk, top opgelost, kom. Good, Henkie. Auw, stoeptegeltje. Zal ik de politie bellen, Henkie? Ja, doe maar. Wat is er precies gebeurd? Ik ben beschoten, auw. Oh ja, Henkie is beschoten. Henkie? Ja? Je zet die strafbaar. Wat? Een valse melding maken. Ja, maar ik zeg dan niet dat ik geraakt ben. Oh ja, dat is een goeie. Maar Henkie? Ja? Vind je het erg als ik even mijn boodschap ga doen? Wat voor boodschap? Mijn blaas legen. Ga je een blaas kopen? Ja, mijn blaas legen. Is vol. Waar ga je die kopen? Nee, die is vol. Met een... Net zoals een winkelkarretje, vol met blazen. Ja. Blazen! Nee, mijn blaas is vol met afvalstoffen. Afvalstoffen? En daarvoor ga je een nieuwe blaas kopen. Kan dat? Ja, op jouw leeftijd wel. Oh. Nee. Au. Ik wil er gewoon graag uit. Waaruit? Daaruit. Ik zie niks waar jij heen kijkt. Dus wil je uit de elektrische pomp? Nee, dat is geen pomp. Wat is dat dan? Een laadpunt. Ja, dat is toch een elektrische pomp? Hoezo, je pompt daar toch geen elektriciteit? Maar hij pompt elektriciteit in je auto. Hier. Hey! Hey! Zou hier iets met een schotenmelding maken? Gerard had de melding gemaakt. Nee, ja. Henkie. Henkie was beschoten, maar niet geraakt. Waar ben je beschoten? Hier zo? Ja. Hier toch? Ja. En wanneer ongeveer? Hoe lang was dat geleden? 10 minuten, kwartiertje? 3 weken ongeveer. Nee, niet zo lang. Ik rij heel even door naar die laatste melding over de MWSF. Die had dat mogelijk gedaan, toch? Ja. Ja. Ze rijden handhaving autootjes. Oké, MWSF dus. Oké, dus mensen van de MWSF zouden geschoten hebben op...
niet geraakt, maar wel geschoten. Ja, geschoten. Weet u wie de geschoten heeft precies? Vandaan? Rick Voors. Ja, Rick Voors. Ja, meneer, meneer, mogen we alsjeblieft de lift naar dit gezinnige garage? Nou, vooruit, ik moet er toevallig langs zo, dus... Ah, top, dank u wel. De rode garage breng ik jullie heen, ja? Ik, jullie ik stap vast in. Af. Mag ik rijden? Nee. Weet je dat ik een keer in de politieauto heb gereden? Maar echt? Ja, echt. En? Ik zat achterin met mijn handboeien om. Oh. Gerard wordt gezocht. Door wie? Door de politie. Nou, dat zou ik wel zeggen dat ik hem gevonden heb. Nee. Meneer? Ja? Ik heb Gerard gevonden. Ja. Oké. Okay. Nou, zo moeilijk was het toch niet, Gerard? Dat nee, klopt. Ik heb al een melding, dus instappen gaan we heen. We gaan heen. We gaan de melding volgen. Nee. Jullie gaan er bij de rode garage uit en dan rijden we. De porto 024, Henkie. Hey, mijn auto! Dat is Gerard's auto. Ja, maar die stuk. Oh, die stuk. Die motor voor ons, dat is een van de motoren. Uitstappen, dan ga ik weer door. Ja, pak hem. Pak hem, steek hem in zijn nek, steek hem in zijn rug. Kijk, Gerard, ik kan ook aan het sturen. Echt? Ja, vroom. Het is tijd voor je yogales. Wat moet ik dat doen, hè? Ja, hier, yogales is hier, kom. We beginnen met de eerste oefening, armen gestrekt. Dat is de eerste oefening. Ja. Meneer, als u mee wil doen met yoga, moet u daarnaast formatie vormen met z'n allen. Ik doe mee. Oké, we gaan eerst strekken met z'n allen, de armpjes in de lucht. Ja. En dan diep uitademen. Goed zo, meneer. Doet u mee met yoga? Oké, dan gaan we eventjes door de knietjes. Ja! Armen gestrekt weer. Ik kijk dat niet eens aan. En dan gaan we echt de yoga doen. Dus eerst arm in de lucht. En dan op het moment dat je opstaat. Op het moment dat je opstaat, zoals ik nu. En dan omhoog kijkt, is het... Zo. Oh ja, ja. Oké, en nu jullie. Ik zeg maar, nee, bent u degene die het zo goed deed? Ja. Ja, ik vond wel dat u het erg goed deed. Dat moet ik wel zeggen. Ik vond dat u erg een natuurtalentje bent. Hij komt nog een keer. Kan iemand hem toppen? Een natuurtalentje hebben we hier. Ik denk dat jullie allemaal een natuurtalentje zijn, jongens. Dit is de volgende oefening, jongens. We gaan er weer vandoor. Onze taak zit er vandaag weer op. Denk jij rijdt. Hey! Kan je zelf ook een wheelie maken? Nee, we worden ingeboxt. We gaan het proberen. Pas op, meneer, pas op! Meneer, we gaan rijden in 3, 2, 1. Ja! Nou, dat ging soepel, toch? Die is dood. Nee, joh, die is niet dood. Maar dan? Ja, gewoon gewond. Zwaar gewond. Dat hoeft niet! Wat hoeft niet? Nou, dan geen schreeuw van jou. Dat doe ik helemaal niet. Wat deed je dan? Je deed net wat. Wanneer? Ja, net. Wanneer vroeg ik hierom? Gerard! Nou, Henkie! Gaat het met je? Ja. Ik help je wel even overuit, kom maar. Oh. Ja, zo, hoppakee. Deze is toch veel sneller. Maar deze is niet van ons. Nee, maar hij is wel sneller. Hier, de deur mag er ook uit. Hier, deze is veel sneller. En dan gaan we met deze auto naar de impound. Welke auto pakken, meneer? Die van mij? Nee, die van mij. Ik heb ook nog een auto. 12. 11. Langzamer. Slomer. Hij zei tegen mijn klootzak. Nou, waarom zegt hij nou altijd de waarheid tegen jou? Dat is ook zo gemeen. Ik wil eruit. Nee, de auto zit op slot. Nee. De auto zit op slot. Ik haat jou, Henkie. Kijk, Gerard! We hebben ze weer! Waar zijn ze nou dan? Geen idee, maar de auto is even not. Ja, wat gaan we zeggen als de politie staand houdt? Dat wij van deze auto terugstelen in naam van... Van Jezus. Van Jezus? Oké. Okay. We nemen deze auto terug in naam van je zus. Dat vind ik een goeie. Ja, dat vind ik een goeie. Gewoon in naam van je zus. Ho. Gerard, auw! Ja, het regent ineens. Het regent ineens. Het regende pas nadat jij tegen het ding aan knalde. Nee hoor. We zijn van de NTV. Jullie hebben een hele mooie drift gemaakt. Meneer, stap nou eens uit. Nee, we nemen hem gewoon mee. Ja, we ontvoeren hem nu. Nee, we gaan hem ontvoeren. Nee, ontvoeren gaan we niet doen. Jawel, we hebben hem ontvoerd. Oké, zullen we van de dam afgooien? Ja, en als, als we geen losgeld krijgen, dan... Ja, goeie. Goeie, hè? Ja. Heeft hij nog zijn telefoon, denk ik? Meneer, wilt u de telefoon naar mij kan geven? Kan je alsjeblieft even snel komen richting casino? Ik word niet vuurd. Oh, hij belt door iemand. Oh, nee, maar dat is niet erg. Nee, we brengen hem niet meer naar de dam. Want ze denken dat we hem naar de dam brengen. We brengen hem niet meer naar de dam, Gerard. Nee. Breng hem helemaal naar het noorden. We gaan helemaal naar het noorden, hoor ik nu net.
Nee, we zijn al verder. We zijn zeg maar... Helemaal naar het noorden, niet naar de dam. Meneer, ik pak even alles uit zijn handen, hoor. Ik pak even alles uit zijn handen. Oké, we hebben al zijn communicatie afgepakt. Gaan we toch naar de dam. Nu kan hij niks meer. Hier naar rechts, of niet? Luister, jullie gaan nu gewoon weer terug. Casino rijden. Hij heeft hier een houtgreep. Luister, jullie gaan nu terug naar het casino rijden. We rijden hier naar het casino. Ja, hier moet je doorrijden. Dan kan je naar het casino. Hier naar rechts. Dat is zeg maar de route naar het casino. Oh, Gerard, de benzine. De benzine is volgens mij bijna leeg. Nee. Gerard. Ja. De benzine is volgens mij bijna leeg. Oh ja, ik zie hem knipperen. Ja. We kunnen nog een stukje, oké. Waarom ga je dan niet over de snelweg door? Thanks, John. Omdat dit de snelste route is. Dit is de snelste route. Neem maar de mes alsjeblieft op van mijn kiel hoofd. Maar Gerard, kom eens. Stop eens. Ik heb een idee. Ik zal even wisselen van stoel. Maar niet blijft er zitten. Pas op, jongens. Nee, dit kan nog, dit kan. Hier heb ik geluk mee. Doe jongens! Gerard! Je bent uitgestapt! Ja, man! We hebben hem, Gerard! We hebben hem! Gerard! Politie! Andere kant op! Gerard, we lopen nog wel langs alsof we twee joggers zijn. Kom, we gaan net joggen doen, joggen. Ik vond het echt goed voor jou dat jij nog op tijd uitstapte. We gaan over het weer praten. Ja. Ja. Dus het weer was erg lekker en zo. Het was gezellig, lekker weer. Ja, lekker een avond joggen, niks aan de hand. Ja, volgende week wordt het warmer weer. Dan gaat het zonnetje weer schijnen. Hallo, kunt u even blijven staan? Oh, ja hoor. Natuurlijk. Gaat u mee gezellig meelopen? Wat zijn we hier aan het doen? Met joggen. Gewoon. Mag toch gewoon? Ja, we komen er gewoon voorbij joggen. Geef me één momentje hoor. Hier, Gerard, je kan stretchen. Gerard, ik heb mooie schoenen, hè? Ja, ik wil. Ja, dat zijn de beste van de beste. Geweer! Geweer, ja. Ja, maar evenwicht. Je evenwicht, gewichtje. Volgens mij bedoel je evenwicht, inderdaad. Ja, ik denk ook. Probeer het nog een keer. Gerard, je maakt de koppen al heel gek. Wanneer mogen we al verder joggen? Nee, maar nog heel veel blijven staan. Hoezo moeten we blijven staan? Bij jullie heeft er wat meer verstand van. Hoi. Hallo. Kun jij even met mij meelopen? Wie? Jij. Wijs is onbeleefd, meneer. Nou, dan doe ik dat niet meer, maar als je even mee wil lopen, ik wil je voortaan vragen. Heeft u het recht om dat te doen? Zeker. Hoezo? Waar had u dat recht vandaan? Niet? Om gewoon twee mensen die aan het joggen zijn, zonder reden, zomaar staan er thuis zoals dit. Nou goed, ik kan het ook wel uitleggen. Op basis van dat signalement wil ik graag even weten wie dit is. Oh, dus je moet alleen hem hebben? Oh, dan kan ik verder. Dan is er bij mij niks aan de hand. Hey Gerard! Stop in, Henkie. Oké, is prima. Wat dan? Wat gaan we doen? Henkie, ik moet hier weg. Wat dan? Wat zijn we aan het doen? Henkie, ik word gezocht. Door wie? Ja, door die politie. Oh, dan zou ik wel vertellen dat we hier zijn. Nee. Hoezo dan niet? Hij zoekt je toch? Dat is toch onbeleefd als je hem niet kan vinden? Ik wil niet de gevangenis in. Ik heb daar geen zin in. Je moet de gevangenis in ofzo? Ja. Oh, ja, dat is niet helemaal handig. Ik heb meerdere auto's gejat. Deze ook, of niet? Dat is niet zo slim van jou, Gerard. Nee, dat klopt. Dat je dan ook al deze stilt. Ga naar links. Ik heb een goede route. Oké, te laat. Ja, nu heb je het verpest. Kunnen we dan gelijk naar rechts? Kun je dan doorrijden? Rechtdoor? Nee, naar rechts. Ja, en dan doorrijden. Gewoon vertrouwen. Dan gelijk naar links. En dan hier naar rechts. Bij dat kleine, bij die dingetjes hier. Nee, eentje verder. Hier, bij die dingetjes. Hier naar rechts, ja. Nice. Ja. En wat doen we hier? Oké, dan nog een keer naar rechts. En dan nog een keer hierin. Hierin kunnen we schuilen, hier binnen. Kom, Yankee. Hier kunnen we schuilen. Nee, joh, dat wil je helemaal niet. Maar ze hebben goed ontkomen daar. Hè? Ja, dat hebben we goed gedaan, hè. En nu word ik nog een keer extra gezocht. Ja, waarschijnlijk ik ook door jou. Nee, ik had jou ontvoerd. Oh nee, dat moet ik ook niet zeggen. Heb je een helm op? Heb je een helm bij je? Ja. Doe die op. Jij hebt mij trouwens ontvoerd, inderdaad, dat klopt. Nee. Help! Ik word ontvoerd! Nee, help! Ik kan trouwens gewoon de politie bellen. Nee.